Op de derde dag van de kinderworkshop van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname, Ik Ben, zijn leerlingen van VOJ-scholen uit diverse districten geïnformeerd over seksualiteit en criminaliteit. Volgens Angela Salmo, voorzitter van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk, is dit netwerk speciaal ter bescherming, begeleiding en ondersteuning van jongeren, zodat ze kunnen opgroeien tot waardige burgers. De workshop is dinsdag in de Paramaribo Zoo van start gegaan in verband met de Internationale Dag van de Jeugd. We hebben ervoor gezorgd dat alle ministers die belofte hebben getekend. De voorzitter van de Nationale Assemblée heeft ook getekend, alsmede de First Lady van de Republiek Suriname. Dat betekent dat we met z'n allen gaan werken aan de toekomst van jullie. Seksualiteit is nu heet hangijzer. Zonder dat je ervan bewust bent, worden kinderen, jongeren zoals jullie, dagelijks misbruikt op de wereld. Zijn jullie daarvan bewust? Ja? Daarnaast heb je ook zoveel onschuldige jongeren zoals jullie, die belanden in de criminaliteit. En wij moeten jullie beschermen. En elk kind dat seksueel wordt misbruikt of belandt in de criminaliteit, is eentje te veel. Dat betekent te weinig gedachtegang, weinig werkarmen om dit land op te bouwen. Tijdens deze workshop met als thema Transforming Education, Sexuality and Crime haalde Patrick Campagne, die de minister van Justitie en Politie vertegenwoordigde, aan dat het ministerie voldoende afdelingen heeft die zich inzetten voor kinderbescherming. Anderzijds vindt hij het goed dat kinderen los van de inzet van NGO's ook zelf acties kunnen ondernemen. Kinderen kunnen ook een belangrijke rol vervullen bij de aanpak van geweld tegen kinderen. U kunt als kind jezelf en anderen helpen door alle geweldsituaties die jullie zien en of meemaken te melden. Je kan melden bij een officiële instantie als 115, 123 en de meldpunten. Maar je kan ook melden bij iemand die je vertrouwt. En dat kan anyone zijn. Het kan zijn je grootouders, je vader, je moeder, broer, tante, vriend of vriendin, de schooljuffrouw, zelfs de buurvrouw. Belangrijk is dat je erover praat. De derde dag van deze workshop was tevens ook de afsluiting van de reeks van activiteiten van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk. Sinds maandag zijn er diverse onderwerpen met kinderen van verschillende VOJ-scholen behandeld. De onderwerpen van vandaag waren preventie van criminaliteit en seksueel verantwoord gedrag. De workshop is in samenwerking met UNICEF georganiseerd.